Yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En je kunt ons ook supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. Wie onze code ook heeft gebruikt is WiwikKnight. Die heeft namelijk de Buzzy Bag gehaald. Een hele toffe skin die we natuurlijk konden voten. Heel erg bedankt voor het halen van deze skin. Je wint 1000 V-Bucks, gefeliciteerd. Goed, laten we doorgaan naar het eerste topic. Ik heb best wel wat leuke dingetjes, dus laten we er gelijk in duiken. En het eerste dingetje is misschien iets minder leuk eigenlijk. Namelijk, sommige mensen die hebben geprobeerd de Dark Fire Bundle te kopen op de PlayStation, die kregen een error. Namelijk, we hit a roadblock. We've encountered a critical error starting your purchase. Please try again later. En dit is een groot probleem. Je denkt misschien van, oh, valt wel mee, dan klik je toch gewoon op kruisje. Maar het probleem is dan dat je hem daarna niet meer kunt kopen. Dus mensen die hebben nu de error gehad en kunnen hem niet meer kopen. Ze zijn niet hun geld kwijt, maar die error die blokkeert hun dus voor hun volgende aankoop. Dus ik denk dat Epic Games hiernaar gaat kijken en het sowieso op gaat lossen. Want ze willen natuurlijk geen verkopen mislopen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over weer de PlayStation. Namelijk, de PlayStation heeft gisteren een update gehad. De V11.10.2 patch op de PlayStation. En wat heeft deze patch gedaan? Nou, als het goed is, heb je nu geen lag spikes meer. Namelijk, op de PlayStation was het een best wel groot probleem dat je lag spikes had. Maar op dit moment niet meer. Ik weet hoe irritant het is. Op het begin had de computer het. Later dus, eigenlijk gisteren nog, had de PlayStation. Maar nu, als het goed is, niet meer, want je hebt een update van ongeveer volgens mij 320 MB. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een geheime balance change in de V11.10 content update. Namelijk, jullie zien hier een lijstje met alle wapens die zijn aangepast. En gek genoeg zijn het allemaal reload time aanpassingen. Dus dat hebben we de 11.10 content update meegemaakt. We wisten dat natuurlijk niet, omdat er geen patch notes waren, maar ze hebben heel erg veel guns slechter gemaakt. Zo zijn de AR's over het algemeen allemaal slechter. De pump is nog slechter gemaakt. De SMG's, ik bedoel dan de Legendary en de Epic variant, die zijn slechter gemaakt. En niet zo'n beetje ook. Dus ja, veel veranderingen weer eigenlijk. Maar ja, ik heb het gisteren daar ook al over gehad. Ze houden alles geheim en dat is heel erg vervelend, want we moeten hier weer zelf achterkomen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En ja, misschien is dit wel de reden waarom je op de video hebt geklikt. Het gaat namelijk eventjes erover dat in China er iets groots is gebeurd. Namelijk, in China mag je na 10 uur 's avonds, als je nog geen 18 bent, mag je geen games meer spelen. En dat betekent ook Fortnite natuurlijk. Daarnaast mag je niet meer dan 90 minuten spelen in totaal. Maar dit geldt alleen door de week. In het weekend mag je gelukkig nog 3 uurtjes spelen. Maar 3 uur in het weekend, heel eerlijk gezegd, dat haal ik best wel makkelijk. Dus dat zou voor mij best wel een groot probleem zijn. Maar daar blijft het niet bij. Namelijk, er is ook een restrictie met hoeveel geld je per maand mag uitgeven. Namelijk, je mag maandelijks maximaal $28 tot $57 uitgeven aan games. Ligt een beetje aan je leeftijd. Maar ja, er wordt dus flink gecontroleerd in China. Zoals jullie weten, in China heeft Fortnite ook eigenlijk een heel ander soort systeem. Het moet er allemaal controleerbaar zijn door de overheid en zo. Dus gelukkig hebben wij dat niet. Maar ja, in ieder geval in China zijn ze flink de lul. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is gewoon wel een handig lijstje. Namelijk, jullie zien hier staan hoeveel uncommons, rares, epics, legendaries, lava, dark, frozen, shadow, DC, creator, collab series en Marvel skins te zijn. En ik dacht van, ja, is wel een grappig dingetje om eventjes aan jullie te zien. Best wel veel epics, holy damn. Maar waarschijnlijk verkopen die het beste. Dus ik denk dat daarvan gewoon de meeste zijn. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat er eventjes over dat motorboats disabled zijn in Arena en andere tournaments. Dus alle competitieve gebeuren. De motorboats, ja, daar zijn blijkbaar wat probleempjes mee. Er zijn dus issues, melden ze ook. En ze moeten dat eventjes oplossen. Dus de motorboats op dit moment, ze zijn uitgeschakeld in competitive mode. Laten we doorgaan naar het allerlaatste topic. En dit gaat er eventjes over dat er codenamen zijn gevonden door SpaceyD1. In ieder geval, het gaat over gadgets, traps en consumables. Doodle, Hard Scooter,
Cage Surprise Party. What the hell, man. Ik zie allemaal vage namen staan. En ik ben heel erg benieuwd wat dit allemaal gaat worden. Maar dit zijn, ja, dus misschien dingen die eraan gaat komen. Niks is zeker. Misschien krijgen we 1 of 2 van deze dingen. Maar nogmaals, ik wil eventjes zeggen, niks is confirmed. Want het zou ook heel goed kunnen dat dit later weer uit de files is gehaald. In ieder geval, er zijn codenamen gevonden. En dat is wel zeer interessant. Als ik zo een beetje kijk naar de namen, dan kloppen de dingen wel. Ik bedoel, een pool floaty, dat zou best wel eens kunnen dat dat erin zit, of in ieder geval gaat komen. Omdat we natuurlijk heel erg veel water nu hebben. De cage, oh, dat lijkt me wel een gave trap. Dan zit je gewoon vast in de cage, kun je er niet uit. Lijkt me ook wel grappig. En scooter, als dat movability is, waarschijnlijk niet. Maar ja, dat was het eigenlijk voor deze video. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En je kunt ons ook supporten in de item shop met code teveelgevraagd. Mensen, tot de volgende video. En peace out.